Hey mensen van mijn kanaal, wat fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe Fortnite video. Mijn naam is Harm en ik ben hier vandaag met Naomi, ja. Dat zie je ook niet elke dag. Dus laat ik de eerste keer dat jij in mijn studio zit. En ik weet niet wat er vandaag gaat gebeuren, maar Naomi vindt het allemaal dikke prima. Jullie kennen natuurlijk al die Fortnite video's. 1 kill is 10 euro. Wij hebben daar onze eigen variant voor. 1 kill is 1 kusje op het wang. Ja, het is best desperate, ik weet het. Maakt niet uit. En, oh, wacht eens even. Als ik win, dan krijg ik een kusje op mijn mond. Ik weet niet waarom jij dat oké vindt. Waarschijnlijk omdat je weet dat ik toch niet ga winnen. Omdat je weet hoe goed ik ben. Het valt wel mee hoe goed ik ben. Dus ik zet de koptelefoon op. Wat een leuke challenge, jongens. We hebben trouwens afgesproken dat ik hier 3 pogingen even heb. Mag ik het 3 keer proberen? Ja, ik ga hopelijk flink wat kusjes krijgen. Dat zou ik echt leuk vinden. Het eerste potje landt ik trouwens in Risky Reels. Dus let's go. Ik heb er zin in. Ben je trouwens een beetje gespannen of niet? Want ik ben serieus echt gespannen. Mijn hartslag ligt echt hoog. Het is me nog nooit gelukt om een kusje van Omi te krijgen. Het kan vandaag de allereerste keer zijn. Maar ben je gespannen of niet? Nee. Yeah. Nee? Maar je gaat vandaag misschien gewoon kusjes uitdelen. Ja, ik heb er gewoon niet zoveel vertrouwen in. Dus je denkt dat ik letterlijk 0 kills ga krijgen. Maar ik ga toch heus wel een kill pakken. Een kill is gewoon al een kussie, hè? Ja. Hier, ik heb een dikke pump, dan moet het echt wel lukken. Nou, ik zie daar gelijk al iemand lopen in de verte. En ik zie minipots. Kijk. En daarnaast hoor ik al een kist, dus begin je al een beetje zorgen te maken? Nee. Nee, nog steeds niet, hè? Nog steeds niet. Nee, oké. Okay. We gaan hier lekker naar boven. En ja hoor, ik zie de kist. Let's go, het zit erin! Oké. Dit is beter dan niks. We kunnen vandaag als Bush gaan spelen, maar dat ga ik echt niet doen, want dat haat ik. Oh. Oké, dat deed pijn. Ik zag hem niet. Daar zit hij dus. Alright. Kom naar mij toe, jongen. Kom naar mij toe. Goed zo. Doe je ding. Komt ie. Oh! Oké. Ik hit hem. Hoppakee. Gotcha, hey. Bitch. Oh, ja, dat betekent dat ik een kussie. Kom maar. Ja. Oh, yes. Heerlijk. Oh, het is me nog nooit gelukt, jongens. Eindelijk. Ik voel me echt zo'n alpha man nu, jongens. Yeah. Ik wil meer met ze killen. Let's go. Heb je trouwens ook lippenstift op, of niet? Ja. Oh, zie je het? Oh, nee, je ziet het niet echt. Oh, ik zie een grote pot. Begin je nu al wel zorgen te maken dan? Klein beetje. Oh, kijk. Ja, die eerste kill die was lekker clean. En ik sta er goed voor. Ik heb op zich redelijk goede guns. Ik heb wat shields, dat is heel chill. Ik ga ook gelijk even een goal scoren. Let's go. Hoppakee. Kijk, in één keer. Wow, via de paal ging hij in. Een hele prachtige goal. Oké, ik moet wel best ver lopen. Dus laten we daar nu vast mee beginnen. Oh, daar wordt gebouwd, jongens. Daar wordt gebouwd. De vraag is, gaan we daar naartoe? We moeten best ver lopen. Ik denk dat ik... Oh, die is wel echt dichtbij, hoor. Hit. Oké, ik skip hem, jongens. Ik heb ook super weinig bullets trouwens. Dus dat is ook al een minpuntje. En we moeten door voor de cirkel. Dus let's go. We gaan lekker door. Oh, ik zie appels. Ja. Dat komt heel mooi uit. Die kan ik heel goed gebruiken namelijk. Oh, voor me zie ik 1 iemand lopen. Maar achter me zitten ze ook. Dus daar moet ik echt op letten. En dit is een no-skinner. Ik weet niet of die goed is. Hij is een beetje aan het struggelen met bouwen en met zijn ramp. Je kan wel lachen, maar waarschijnlijk krijg ik een extra kusje, hoor. Als er niemand in mijn rug komt. Oké, waar is deze man? Dat vraag ik me echt af. Oh, yo. Oh. Oh, boy. Oh, hij hit me ook gewoon. Hoppakee, got him. Oké, het kost even tijd, maar ik heb hem. Dankjewel. Oké, ik moet echt niet stilzitten. Dat is echt niet slim. Ja, hij heeft verder niet echt interessante spulletjes, helaas. Oh, ik hoor iemand. Hey, hit. Oh boy. Oh, nog 1. Oh nee, wat de heck? Hoezo had ik hem niet? Nee! Dude, ik raakte hem zo vaak. 39 HP, dude. Ja, hij heeft natuurlijk die tactical. Dan kan hij door blijven spreken. Maar zo, nee. 2 kills, man. Jammer. Okay, het eerste padje is best wel verpest. 2 kills, 2 kussies maar. En ik wil echt die W pakken, want dan krijg ik 1 dikke smakkert op mijn lippen. Alright, nieuwe ronde, nieuwe kansen, de tweede keer. Ja, 2 kills was wel echt heel erg weinig, jongens. Dat kunnen wij natuurlijk buiten, hè. Oké, ligt hier iets in? Nee, oké, een trap. Ja, leuk. Oh, ja, daar kunnen wij wel mee. Yes. Die trap die plak ik hier neer. Hoppakee. Ik pop even 2 pots. Deurtje dicht natuurlijk. Ik hoor hier een kist, ik heb een pump. Zo, wat de heck? Twee man. Yo, dit is niet leuk. En ik zag het live on camera. Wauw, dat was leuk. Oké, nou, weet je wat? Ik skip die even. Ik geef even deze kind loot en dan doe ik de deur weer dicht. Ik zeg niks. Oh, kusje, ja, tuurlijk. Ja, hey.
Hey! Oh, dat was zo cute en lief. Oh, ik vind het, ik vind het echt leuk, homie. Ik vind het helemaal top. Ik heb het niet naar mijn zin. Oh! Oh! Gotcha, bitch! Dat is nog eentje, Naomi. Kom maar! Oeh, dat zijn er alweer twee. En kijk die shields. Hoeveel shields ik heb. Ik zou je zorgen gaan maken, maat. Ja, ik heb een beetje zweethandjes. Jij heb je zweethandjes? Ja. Ik heb ook zweethandjes. Hé? Er staat iemand boven. Sowieso staat iemand boven. Wat? Oh, ja, daar zit hij, zag je? Daar gaat hij. Oké, deze kerel, man. Ik ga er wel heen. Misschien is hij niet zwerp geplaatst. Ja, hij is zwerp geplaatst. Heel easy, hoor. Hij zit rechts. Daar. Ja, hij loopt de camp, maar hij kan me killen, dus ik moet oppassen. Ik moet het rustig safe spelen. Hij is zo bang. Kerel, wat doe je nou? Oké, nu ben je de Sjaak, of niet? Of ben ik de Sjaak? Hé, oh! Hier zit hij weer. Nee! Ah! Ah! Gotcha, bitch! En het is een kussie en een scar! Oh, jongens, dit gaat echt goed. Dit gaat mega goed. Ik heb wel weinig ammo. Oké, dat valt mee. Nevermind, ik heb best veel ammo. Oh, yo, ik heb zoveel pots. Ik heb zoveel pots. Hij wou ook gewoon niet geraakt, die guy. En weet je wat, ik ben ook nog zo'n klootzak dat ik hem ook geen extra kills moet gunnen. Wat? Twee traps? Hij was me nog aan het spectaten. Dat is echt trouwens het ding, hè. Ik ben daar serieus maar een keer voor gewaarschuwd. Denk van, oké, waarom spectate je me nog? En dan denk ik van, oké, heeft hij een trap geplaatst? Ging er echt op letten. En dan is het ook vaak nog echt zo. Houd altijd in je gedachten. Iemand kan een trap geplaatst hebben. En die wil even zien of je daardoor doodgaat. En dan kan hij lachen. Oké, het is tijd om even materiaal te gaan fixen, jongens. We hebben bijna geen hout. Bijna helemaal niks. Oh, ik zie iemand lopen. Ja. I see you, bitch. Oké, we gaan omhoog. Deze gaan we pakken, jongens. Dit wordt het vierde kusje. Hopelijk. Dude. Huh? Hij boxt me in, Niet geheel slim, ik even reloaden, even rustig aan. Gaan we dan? Waar zou die zitten, Dat ging allemaal hout zo net. Oh, ja, yo. Oké. We zijn close, jongens, Oh, hij valt. Dude. Oké, deze guy. Oh, dat is een kussie. Kom maar. Ja, snel, want straks komt er weer iemand. Je moet steeds sneller schakelen met die kussies. Ik heb wel door dat je heel langzaam dat kussie geeft, zodat ik even stilsta, zodat ik op mijn kop geracht word. Maar dat gaat niet gebeuren, Naomi. Dat trap ik niet in. Oeh, oké. 4 kills, 18 man nog. We moeten langzamerhand wel een beetje richting een cirkel gaan. Wat de fuck, zijn er maar 15 man ook? Nou, er maar 15 man. Die W komt steeds dichterbij. Het is nog wel ver weg eigenlijk. Het gaat echt lastig worden, weet ik zeker. Maar helemaal omdat we ook super low materials zijn. Inmiddels hebben we al wat materialen te pakken. Helemaal top. Maar daarachter, ja, daar wordt gebouwd. Oh shit, dat is niet leuk. Drop boven mijn neus. Daar gaan we heen. Die gaan we pakken. Oh. Bijna. Ik zie hem ook. Maar ik loop mooi door, want ik, I don't care. Ik ga voor de... Oh, shit! Dat was één dikke free fall. Oké, oh, ik zie er nog iemand lopen. Ik kan hem snipen, maar ik kan ook eens wachten op de drop. Verstandig. Ik kan hem ook hierheen laten komen. Hij heeft niks door. Die guy heeft sowieso niks door. Oh, ik schrok me dood. Hij viel natuurlijk. Oké, het zit erin. Grote pot. Let's go. We poppen dit ding even. Nee, inderdaad, verder helemaal niks. Wat een shit drop. Ik besef het me nu pas. Oh, shit. Dat vind ik niet echt leuk. Shit, ik heb een pakketje binnen. Oh, Naomi, open hem. Hit. Nice. Hier is iemand. Oké, ik bouw een mooie constructie. Oh, oké, hij komt. Ja, oké. Schiet maar, jongens. Nog één. Dude. Ik box mezelf in. Ja, laat het uitweg. Oké, eentje is dood. Vijf over. Deze is voor mij nu. Het zijn beide twee no-skinners, maar die ene die bouwde aardig goed. Waar is deze guy?
Oh, yes, die hebben hem. Die hebben hem. Ik heb hem, jongens. Waarom deed hij dat? Volgens mij was die guy best wel noob. Maar hij heeft me toch heel vaak geraakt. Nog maar drie man. Hier lag een medkit. Jawel. Oké, de bel gaat. Oh jongens, pakketjes en alles krijg ik binnen. Oh wacht, ik moet nog een kusje krijgen. Nou, om je gauw zitten. Daar was ik weer. Ik moet nog een kusje. Geef me een kusje. Yes! Oh! Je vindt het wel leuk hè, maar ik zou nu dan even een kusje te geven. Ik zie je genieten, Naomi. Oké, die berg zit in de zon, hè. Oh, ik hoor ze vechten. Dit gaat toch niet gebeuren? Dit gaat toch echt niet gebeuren? Nee, dit... Als het gebeurt, dan ren ik gewoon weg. Oh, ze vechten, ja. Nog maar eentje. Oh, jongens. Daar. Oh! Nee, hij bokst me in. Nee! Shit, deze guy was zo slim! Holy shit, nee! Ik ben tweede guy, dit vind ik niet leuk! Want ik bounced omhoog en ik kon een one shot in zijn kop. 7 kills zitten, ik had 5 kills. Ongelofelijk, wat een game! Mag ik alsjeblieft een kus op mijn lippen? Nee, absoluut niet! Nee! Dit doet hem echt pijn! In ieder geval, Naomi, hartstikke bedankt! Bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, we doen geen derde game meer, want... Hey, die derde game, ja, ik denk niet dat ik zo ver gekomen. Abonneer vooral even, want bij de 5 ton abonnees gaat er iets speciaals gebeuren. Dus abonneer, alsjeblieft. Oh ja, wil je trouwens vaker zo'n challenge zien? Laat het dan even weten. We kunnen bijvoorbeeld ooit een soort van strip Fortnite doen. Nee. Dus dan elke kill is een kledingstuk. Hey, dat is best wel een goeie. Dat verzin ik letterlijk ter plekke gewoon. Laat even weten, heb jij je eigen challenges? Laat het weten en ik zie jullie de volgende keer. Later!